Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vandaag hebben we opnieuw te maken met behoorlijk veel bewolking, zeker in het binnenland. In de kustprovincies schijnt de zon wel van tijd tot tijd. Verder blijft het vandaag op de meeste plaatsen droog. Overwege de ochtend is het een graad of 9 en vanmiddag uiteindelijk wordt het zo'n 10 graden op de Waddeneilanden eilanden en 12 tot 14 graden in de rest van het land. Er waait een meest matige wind uit westelijke richtingen, kracht 3 of 4. Ook vanavond is het nog wisselend bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden en komende nacht nog verder naar een graad of 5. En dan kan het ook mistig worden. Morgenochtend lost de mist geleidelijk aan op, maar komen er ook nog lage wolkenvelden voor. In de middag gaat de zon steeds beter doorbreken. Het blijft overal droog en het wordt 13 tot 15 graden bij een zwakke of matige wind uit uiteenlopende richtingen. De beste dag van het weekend is de zondag. Dan schijnt de zon volop en dan wordt het 17 tot 21 graden. En dat bij een zwakke zuidelijke bries. Vanaf maandag wordt het weer wisselvalliger met toenemende kans op neerslag. En de temperatuur doet duidelijk weer een stap terug, naar ongeveer 11 of 12 graden. Ook kan het soms flink waaien. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.